De Nederlandse landbouw gebruikt 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen per jaar. Is dat nou veel of weinig? We gaan het erover hebben met Cor Pierik, hoofdlandbouw bij het CBS. Welkom Cor. Ja, dankjewel. Ja, dit gaat om een vierjaarlijks onderzoek. De recente cijfers zijn uit uh, 2020. Als ik het zo hoor, vind ik het wel heel veel, 5 miljoen kilo. M ja, miljoen kilo, ja. Het, het is ook veel. Uh, 5 miljoen kilo is natuurlijk een uh, uh, grote hoeveelheid. Maar als we kijken naar de cijfers van 2016 was het 5,7 miljoen kilo. Maar toen hadden we de gewasbeschermingsmiddelen in beeld van 50 gewassen. We hebben dat nu teruggebracht naar 42 gewassen. Dat is eigenlijk ook de voorschrift van de Europese Unie dat we die 42 gewassen meten en dan meten we 289 verschillende soorten gewasbeschermingsmiddelen. En als we zeg maar van die 42 gewassen, de cijfers van 2016 en 2020 met elkaar vergelijken. Dan komen we tot de conclusie dat die 5 miljoen kilo 11,2% 11 minder is dan vier jaar daarvoor. De, de meeste uh, gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet tegen schimmels en bacteriën. Ja. En in die groep is juist een grotere daling. Uh, hoe ja, kan dat? Klopt. In die groep zien we uh, een forse daling. Uh, inmiddels wordt er nog uh, zo'n 2,2 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uh, ter bestrijding van schimmels en bacteriën in gewassen. En dat is een daling van 20%, dus dat is echt wel fors meer dan gemiddeld. En als we dan doorgaan naar de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden voor onkruidbestrijding en dergelijke, dan zien we dat met zo'n 14% dalen, tot 1,3 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen. En als we kijken naar de overige gewasbeschermingsmiddelen, zoals groeiremmers en dergelijke, dan is dat met 10% gedaald en dat is nog 0,2%. De resterende post, dat zijn zeg maar de insectenbestrijders, daar zien we wel een plus van um, 13 procent. Dat is op dit moment ook 1,3 miljoen kilo. En die plus die heeft eigenlijk wel te maken met uh, ja, de doorgroei van het gebruik van paraffine olieën. worden echt gebruikt in de, uh, ter bestrijding van insecten en van, van luizen in verschillende teelten. Ja, paraffine staat ook uh, op de inputlijst voor de biologische landbouw. Hoeveel van ja. deze middelen mogen eigenlijk ook in de biologische landbouw gebruikt worden? Ja, nou um, eigenlijk de middelen die dus op die inputlijst staan voor die biologische landbouw, hè, die, uh, die kunnen gebruikt worden. En als we dat zo bij elkaar optellen, dan is eigenlijk die paraffine olie, dat is er één van, maar dat is echt een, een, een groot deel van het totaalgebruik. Ongeveer uh, 23% van het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, dat is paraffine olie. En dat is inderdaad een, uh, een middel dat ook toegestaan is in de biologische landbouw. Ja, verdwijnen elk jaar middelen van die lijsten, van die lijsten uh, lijst toegestaande middelen. Um, zegt de hoeveelheid ook iets over de milieubelasting? Um, nou ja, goed, uh, 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 er wordt natuurlijk strak uh, uh, gemonitord hè, wat, wat voor impact die middelen hebben. En als die impact uh, 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 ja, zo uh, destructief is voor de gezondheid of voor het milieu, dan worden ze op een bepaald moment natuurlijk van uh, de lijst afgehaald. En uh, nou, dat is een proces dat uh, uh, ieder jaar doorloopt. Uh, maar de, de gewassen moeten wel uh, blijven groeien, zeg maar. Dus er worden ook wel weer alternatieven dan gezocht. En uh, paraffineolie is ook een van de voorbeelden van dat er toch ook weer alternatieven gezocht worden voor het afschieten van andere gewasbeschermingsmiddelen. En dan zie je dus wel plussen in het uh, ene middel en weer midden in het andere middel. En uiteindelijk uh, wil je natuurlijk weten wat de milieu-impact is van al die gewassen in de land- en tuinbouw. En ja, daar hebben we eigenlijk geen harde cijfers over, maar we zien wel dat de middelen die zeg maar ook toegestaan zijn op de inputlijst van de biologische landbouw, dat dat aandeel in het totale pakket van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de totale Nederlandse landbouw wel aan het groeien is. En de paraffineolie is, is een, uh, een grote groep uh, binnen, binnen die 5 uh, miljoen kilo. Ja. Uh, wat is een ander middel wat veel gebruikt wordt? Ja, manosep is ook een middel dat heel veel gebruikt wordt. Dat is 26% van alle gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, dat is manosep. En dat wordt uh, ja, veel gebruikt ook in de aardappelteelt. En uh, ja, daar zien we ook wel uh, een klein minnetje, maar dat is, nog wel dat is nog steeds een stevig gewasbeschermingsmiddel dat gebruikt wordt. Ja, en, en wat je noemde, aardappelen. middelgebruik neemt af, maar bij potaardappelen uh, stijgt het juist. Uh, is ja. dat te verklaren? Nou ja, we zien natuurlijk het areaal ook wel wat toenemen. Dus als er een groter areaal is, dan neemt het gebruik ook toe. Uh, en een andere factor is ook de weersomstandigheden. En er zijn weersomstandigheden dat je gewoon toch uh, ja, veel meer gewasbeschermingsmiddelen nodig hebt om het gewas gezond te houden. Ja, het volgende jaar waar jullie naar gaan kijken is 2024 uh, dus. Uh, het kan zijn dat we dan hele andere middelen op die lijst uh, hebben staan. Ja. Dat kan. Uh, sterker nog, die kans is heel groot hè, dat er dan andere middelen weer gemonitord gaan worden. Uh, maar het zou nog kunnen zijn dat we wat eerder komen met weer een onderzoek. Want vanuit Europa is er wel steeds meer uh, uh, vraag om die cijfers wat frequenter bij te houden dan eens in de vier jaar. Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Uh, dankjewel, uh, Cor, voor je komst naar de studio. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.